Hallo kijkers van 93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van The Walking Dead Season 2. He's gone. De game heeft weer zichzelf een stukje teruggezet, dus we krijgen eventjes een flashback terug. Net zoals een aantal keren geleden. Ik begrijp niet waarom de game het doet, maar ik vind het maar al te best. Dan krijgen we een beetje van wat er de vorige keer gebeurde. We can't go outside. Jongens, dit hebben we jullie de vorige keer waarschijnlijk ook gezien. Maar voor de mensen die nieuw zijn, dit gebeurde de vorige Sarah. Keer. They told me about Pete. You know where he is, right? Come on, let's go. Ja, ik ga proberen dezelfde beslissingen te maken als toen. Want ik bedoel, ik antwoord precies met de dingen die ik zou zeggen, dus ja. You just opened the door for him? Calm down, Rebecca. Ja, I didn't open the door. I am calm. You calm down. Jongens, wat ik trouwens antwoord in deze games, is precies wat ik zou zeggen in dat soort situaties. Did he say his name? Did he say what his name was? Maybe it was. Ja. Damn well who it was. Was George. He said his name was George. George? Ja, George. That's what he said. Look, Clem, just tell us what he looked like. What was he wearing? Did he sound different? Deze denk ik. Brown coat. Did it have a lining? A collar? Yeah, fur. He talked about you, Dad. Mm-hmm. You're not gonna hurt anyone, are you? Of course he won't, Sarah. Your dad's the nicest man I know, which is why he's not gonna do anything crazy or not nice, right? Ja, tuurlijk doet hij dat niet. Bad people, echt niet. They will do or say anything to hurt us. Alright, what do you think? Did it seem like he'd be coming back? A picture? What were you doing taking pictures? Ja. What? You told me to distract her. Distract? Sarah. So I'm just an idiot? I thought we were friends. Zijn we ook. Wees gerust. Scouting. We got lucky. He wasn't expecting to find us. Clementine must have surprised him. She hadn't been there. Well, he was too smart to stick around, but he'll be back with the rest. We don't have much time. He's right. Everyone pack up. We're moving now. Alvin, wait! Okay. Where are we going? Before he comes back with more bad guys. But it's gonna be okay. Let's just go get your things. Where are we going? Anywhere but here. Into the mountains, maybe. Okay. Clem, I don't know what he told you, but William Carver is a dangerous man. He's the leader of a camp not far from here, and he's very smart. We were lucky to escape. Look, I'm sorry to involve you, but now that he's seen you, you'll be safer with us. We have to leave. Okay. We have to find Pete. We'll get him on the way out, Nick. Clementine, you know where he was, right? Yep. All right. Everybody grab your stuff. Let's hit the road. En jongens, vanaf hier stopte het de vorige keer. Dus vanaf nu gaan we nu verder met wat we nog niet hebben gezien. Tenminste, wat ik zei, het was just up here. En jullie ook niet. Yeah, just a little ways. Hij was in een soort camper of een caravan of zoiets. Sorry if I gave you some shit back there. I'm just a little on edge. Sneaking around on us and taking advantage. Yeah, why is Carver after you? Carver after you? After me? Oh, you mean us? It's a long story. He has a hard time letting go. Okay. I know you did your best back there. You know, none of us would make it on our own. Sometimes Zeker. It's hard knowing just how dependent I am on everyone. For Clementine is het ook al moeilijk op zijn. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patience. Alvin and I still don't know what to call her. Or him, if that man gets his wish. God help me. Any ideas? Clem? Wacht even. Ja, dat is hem. Dat is hem. Oh, het is een vrachtwagen. Daar heb ik hem ook. Hier is het ergens. Waar is die gozer? There. That's where we were. Ja. Hier waren we. Oh, rustig, gozer. He's not in here. This was the last place I saw him. Ja. Maybe he's around here somewhere. Dan moeten we gaan zoeken. Jongens, als ik soms stil ben, ik zit een beetje het verhaal te volgen. Keep your eyes open and stay in sight. Oké, waar is die gozer?
Waar is Piet? Dat is hem niet. Dat is een zombie. Nou, ik denk dat we dat bloed maar gaan volgen. Uncle Piet! Ik denk dat we dat bloed maar gaan volgen. En ik hoop dat we niks verrassend tegenkomen, want ik... Ik heb wel vaker dit soort... Ik zie een voet. Oh, mijn... Piet. Het ziet er niet goed uit. Oh. Hij is een beetje dood. Klein beetje. Klein beetje. Ja, hij is een beetje dood. Oh my god. What happened? What the hell happened? Wat? He didn't have a gun. Who did this? Son of a bitch. Toch niet die William Carver, hè? Go. He's gone. Nick, he's gone. Kom op, we moeten gaan. We gotta get moving. Come on, man. Hij is neergeschoten. Voor de moordenaar. Hij was toch al bijna dood. Maar voor de moordenaar krijgen we wel, hopelijk. We komen erachter wie hem doodschoot. Hoop ik. Oké. Okay. Wel een mooi bos. Lekker rust. Tell me how it happened. They wanted to see you. Ja. The last thing he said was he wanted to say goodbye to you. Ja. Fuck. En toen was het stil. Nick, misschien moet je niet blijven hangen. I'm worried about that kid. Keep an eye on him for me, would you? You sure you still want to come with us? Sure. Look, I know we got off to a rough start, and I can't make any promises it won't get rougher, but we all know you now. Yeah, I'm with you guys. And we are glad to have you. Not everyone is. Well, they'll get there. I figure we got about 4 or 5 days to reach those mountains. Wat? Gaan we 4 of 5 dagen achter elkaar lopen? We should be able to lose them up there. Gooi, ja, goed. Ja, dat zei ik dus ook al. We have to keep moving now. It's our only choice. Konden we niet in het huis blijven. We hadden guns, we schoten die gozers neer. Het zijn tempo, we zijn er nog niet binnen 10 dagen. Saving, 5 days later. Zo, nou jongens, dit is dus blijkbaar nu dinsdag. Leuk dat jullie even 5 dagen zijn blijven hangen. Nee, tuurlijk niet. Het is nog precies donderdag. Maar ja, het is vandaag 5 dagen later in de game. Maar ik moest die opmerking maken. Het ziet er niet uit als de bergen. Ja, de bergen gevonden. Ja, dat zijn de bergen. See anything? Nee, ik zie alleen jouw hoofd. You better see something. We've been walking for a damn week. To find some shelter. Ik zie een brug. There's the bridge. And does it look passable? I think so. Good. De brug is passable. Here, eat this back. But we're almost out of. Wat is dit? We gotta save it. Ik zie een huis. Strength up, baby. Ik zie wat jij niet ziet. Ik zie een lodge. Ik zie een lift. There's a lift or something. Chairlift? Must be that ski resort. I've never been skiing. Beck and I went once. It wasn't pretty. Oh, hopelijk mogen we dan gaan skiën. Skiën, niet skiën, skiën. There's a building on the mountain. What's it look like? It's big. Ja, het is groot. That sounds like a good place to spend the night. En er staat hier een station house. There's a little house by the bridge. How big is it? It's pretty small. Ja, best wel klein. We have to cross that bridge. Let's go. Hold on now. We can't all go sprinting across that thing, okay? We get spotted out there, we're gonna be trapped. Going around that lake will take too long. Right, but look, we've got no idea who's out there. Okay, I'm gonna sneak across, make sure it's clear before we bring the whole group over. Okay. You think splitting up the group is a good idea? Well, I never said it was a good idea, but
It's better than risking everyone at once. Jullie blijven samen, ik ga erachter. Clem and I can scoot across low and slow, make sure hij wil me meenemen. Dat vind ik een goed idee. Sneaky is een leuke manier. Is mijn favoriete stijl. Clementine should stay here. She's what? Just a little girl. I can do it. Little girl. I can do it. See? No problem. Ik wil het zelfs doen. Okay, we'll see. Ik wil niet blijven. Ik wil mee sneaken. Watch for a light at the ik wil actie. I can go too. You stay with the group. I'm ja. Fine, Luke. Nee, jij blijft. Like this. Gozer. Yeah, well, when's the last time you liked anything, Carlos? If something happens, I'll cover you. Come on. Is goed. Als jij mij covert, maar je moet wel daar blijven, want anders blijf jij hangen. Hey, sorry about that. I just could really use your eyes, and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. You're just still on edge after the Carver thing. It's okay. Been 5 days. Why would Carver still be following us? Yeah. What's the most important thing in this world? What does everyone want? Even the gangs. Family. What do you think they're all after? Family. It's a tough world out there without people you can trust. Or food. Anyways. Nee, het belangrijkste in de wereld is family. Okay, I'm not gonna get in the middle of it. Niet voedsel. We've all made mistakes. And things that we regret. It's not my place to talk about some. Yeah, of those I know past, what's you know? That's like. I know what that's like. Yeah. Ja, wat? Oh, actie. Eindelijk. Eindelijk wat zombies. Eindelijk zijn we bij de brug. Hey, jongens, ik zeg het een beetje alsof het bijna geen actie in de game zit. Wel genoeg. There are only two. Let's take them. Let's take them. I like your style. Ja. I like my style too. I'll take the big one. You get Shorty. Wie is Shorty? Wish we could use guns. We should be okay. I took the small one. I'll take the small one. Good. Let's do it. Saving. Heel leuk. Ik zie je hoofd niet meer, maar... Okay. Sneaky. Maar jongens, er zit genoeg actie in deze game. Maar ik vind het gewoon leuk. Als er een beetje actie komt. Het verhaal vind ik trouwens ook wel heel leuk, hoor. Go ahead. Give it a good pull. It should come free. I know. I've done this before, remember? In a shed. Oh ja, ja. Dat weet ik nog. Hop. Hop, maar geef maar hier. Nice work, kid. Hey. Ow. En dan over de brug. Jongens, dit is niet sneaken. Dit is gewoon keihard lopen. Oh, over the bridge. Prestatie ontgrendeld. Nou, leuk. Oh. Handige brug hier. Hoe gaat iedereen daaronder doorkomen? Het is te stil hier. Te stil. Nee, het is een zombie. Hallo, Mr. Zombie. En daar nog een zombie. En daar nog meer zombies. Kan er een keertje geen zombies zijn? Nou, teruggaan kan niet. Leeft hij nog? Nou, jij pak je machete. En ik val die rechter gewoon zo aan. Hoe kan ik twee gozer dat gaan? Jij helpt ons ook echt. I'm okay. I'm stuck. Jij helpt ons echt geweldig, vriend. Help ons. It's okay. Clem, look, we'll figure something out. Ja, je hebt... Oh. Oh. Oh, shit. Oh. In de been. Hoppakee. Neer jij. En dan, hop. Kom op, ik klik op E, vriend. Ah, goed zo. Oh, nee. Nee, we gaan niet vallen. Clementine, dat gaan we niet doen. Ja, nu ben je je hamer kwijt. Hallo, beste zombie. Of mevrouw zombie, wie u ook bent.
Luke, misschien is het een idee om in actie te komen. Oké, kuku. Oh, dat ziet er goed uit. Klem daarin. Oh! Duwen. Pak dit ding maar. De machete. Hoppakee! Aanvallen! Hop, nee, nog een. Kuku. Hey! Hoppakee! Die is dood. En nu Luke helpen. Oh shit. Jou eerst. Oké, en nu hem helpen. Kom, we moeten hem helpen. Oh, goed zo. Oh! Hou je goed vast. Eindelijk. Was wel spannend. Ja, graag gedaan. Let's keep going. Ja, tuurlijk, halve brug staat op in de stort. Ja, let's keep going. Waarom niet? En toen was het stil. You see him? Is dat een meneer of is dat een zombie? Ja. Yeah. Just play it cool. And you do the talking. What? Why me? Very good. In a fight. I mean, you really think he chewed a little girl? Yeah, just don't make any sudden moves. And don't piss him off. What should I say? Don't tell him anything. What should I say? I don't know. Ask him for directions. Okay. Hey, Rosa. Who are you? Well, who's asking? We are a little lost. Lost, huh? Yeah. Yeah, Rosa. En toen was het stil. Gozer, wil je wat zeggen? Of? Huh. You don't look like assholes. Are you assholes? No offense. But you know how it is out here. You run into we assholes. Are just people. We're just people. Fair enough. You folks headed north like everyone else? Everyone else? I see at least one group a day move through here. You all look the same. It's like a great migration of the days. Even excused. Yeah. I gotta say, you two look like shit. If you need food, I've got some canned stuff in that station back there. Well, that's awful nice of you. What's the catch? No catch. I've got plenty. Well, all right then. Thank you. Hey, yeah, no problem. Bedankt. Nice running into friendly faces out here. Like I said, I've got food and supplies back in the station. And if you want. What? Oh, fuck, man. What the hell is he doing? Niet schieten. No. He's with us. Nick! No! Don't shoot! Ja. Nick. Wat de heb jij gedaan? Where is he? I told you not to shoot. What? Who was that guy? Why didn't you wait for a signal? He was going to help us. How do you know? Damn it, Nick. I told you not to shoot. How was I supposed to hear you? You gave me a clear shot. That shot rang out for miles. We gotta get off this bridge. Let's go. Nou, weer een keer minder. Nee, dit is gewoon. Oh, a stranger. Ja, Nick is nu een stranger. Hij schot een stranger neer. Fuck. What's that back there? Hij was een aardige gozer. Looked like he had a gun on you. That asshole drew on me. He was about to shoot. Oh, was he? I'm telling you, man, he drew first. Well, that's not what it looked like to me. Everybody calm down. What did you see, Clem? Was that guy gonna shoot? Fuck you, Luke. You've been on my case the whole week. And why do you think that is, Nick? Because you're an asshole. Yeah, I don't know. I don't know. It happened so fast. But you were right there. Either way, you could have hit one of us.
Yeah, but I didn't. Look, I know Pete was close to you, Nick, but you can't... Don't fucking talk about him. You think he was with... Gaat dat weer goed hier? I don't know. No, I don't think so. But he fell over. He fell off the damn bridge? We have to keep moving. I can't. I need a minute. Fine. All right. Luke, can I talk to you alone? Nou, je gaat maar. Doei, jongens. En toen ging iedereen weg. Hey, Clem. You got anything to eat? Beck's dying here. Alvin, I told you I'm fine. Sorry, I'm out. Wish we still had those juice boxes. Yeah, me too. That man said he had food in the station. Mind checking it out? Maybe we could spend the night here. A little small for us, though. Sure. Sure, ik vind het goed. Sure. Alleen of ga jij mee? Tuurlijk! Ik doe het wel weer alleen. Ik doe het wel weer alleen. Want niemand hier zit toch eventjes... even goed na te denken van... zal ik hem helpen? Nou ja, nee, ik doe alles wel alleen. En some food. Alvin. Oké, dan gaan wij voedsel halen. Waarom moet ik altijd alles doen? Kunnen die gozers niet iets anders doen? Ze zitten nu gewoon te zitten. Ik heb net een hele gevecht gehad op de brug. En... I had to kill my mom. Oh. Want ze was een zombie geworden, of? It sounds weird when I say it out loud, huh? Ja, eigenlijk wel. Luke always used to push me. I never wanted to go into business with him. Waarom heb je het dan gedaan? I remember when he sold me on it. His big plan. Some fucking plan. Case of beer in, he just said, Nick, we're burning daylight. And that was that. Okay. After 6 months, we were flat broke. I didn't care. We were having fun. En daar gaat het toch om? I wish I was like him. I wish I could just keep moving all the time. Moet je het niet doen. Just not. Gewoon zo. Like that. Gewoon jezelf blijven. I'm sure they're talking about me right now. Look, he's becoming a danger to the group. So who was that guy? I swear. It looked like he was holding you guys up. I figured he was with Carver. Yeah, he seemed nice. Damn. If Alvin is in front of me, he takes that shot. What a fucking mess. Maybe I am losing it. I don't know anymore. Nee, je wist het niet. What time is it anyway? Dat helpt niet. Damn. What's wrong? I left my watch back at the cabin. It was Pete's. Oh, wij hebben het. Gift watch. I found it back at the cabin. Let me grab it. What? Really? Yep. Alsjeblieft. Thank you. This means... Thank you, Clem. Graag gedaan. You know what? I'm gonna go talk to them. Nou, ga dat doen. Veel succes. Dan gaan wij, weet ik veel wat we gaan doen. We gaan een beetje kijken hier. Want we moeten in dit huis iets pakken. Tenminste, dat denk ik. Look through, ja. Eerst kijken voordat je de deur opent. Ziet er best mooi uit. Tenminste, voor dit soort tijden van de zombie apocalypse ziet het best mooi uit. Is hier iemand of... Wat is dit? Look at radio. It's dead. Oh. Oké. Okay. Dat is niet best. Exim God. Oké. Okay. Even kijken. I guess he slept here. Nee. Dat meen je. Dat meen je. Survival knife. Survival knife. Wat moet ik hem met een mes? Even kijken wat het is. WM. Dat kan William... Nee, dat kan niet. Neem maar mee. Een goed mes kunnen we altijd gebruiken. Feels pretty good. Ja, neem maar mee.
En wat hebben we nog meer? Een kist. Maar eerst wat blikjes, want ik zie hier dat we die mes moeten gebruiken. Dus. Ja, waarschijnlijk in deze kist allemaal. Dus dan maken we de kist open. Goed zo. Hoppakee. Open die kist. Ja, lots of foods. The Mist Art of Gambit. Lots of foods. Twee food. Twee blikjes. Lots of food. Ja. Not that we had a bed. Look at this dump. Nou, kijk, ik heb wat. Man, fuck Nick. Nick's lost a lot of his people, that's for sure. That doesn't give him any excuse to start shooting up strangers. Yeah, he was helping. To help us. Yeah, and someone died. I ain't no judge, but that's straight up murder in my book. I mean, you ever known anyone to do a thing like that? Yeah. I don't want to talk about it. Dat gewoon. Want volgens mij ken ik wel iemand. That's funny. She looks just like you. Nee. Hey, Clem, there's not a lot of food here, and Rebecca, well, she's eating for two. You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know, but... And I'd never go against the group, but I've got to put Beck in the baby yeah, first. Yeah, Rebecca can have it. Rebecca can have it. I won't say anything. Thanks, Clementine. It's a shame. Nick was a good guy. He's still a good guy. He's just losing it. Nee, is he? God knows we're not perfect. Hell, I'm glad you're with us, Clementine. Nou, ik ook. The hell is that? Wat? Dat zijn zombies. Walkers. We got a problem here. Yeah, we saw it. All right, we're heading up. Nou, all right. Saving. Maar jongens, hoe dit nou verder gaat, zien jullie de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen, kijk eens even een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. We zijn allemaal dingen tegengekomen. We hebben gevecht gehad op de brug. Weet niet veel wat ik allemaal nog meer heb gezien. Als ik een beetje stil was deze aflevering, ik was erg het verhaal aan het volgen. Dus dan weten jullie ook waarom. Maar ja, ik hoop toch dat jullie van deze aflevering genoten hebben. Het was veel praten van de mensen. En dat was nog een mooie actiescène ook. Dus in ieder geval, kijk eens. Dan ga ik de aflevering afsluiten. Met natuurlijk het bekende verhaaltje. Kijk eens waar we duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan valt er voor mij nog maar één te zeggen. En dat is... Doei!